NEC heeft na een korte vakantie de draad weer opgepakt en is afgereisd naar de voetbalvelden van El Jaurin El Grande Golf Resort in Spanje. Prima vertoeven zo, de eerste week van dit nieuwe jaar. Ja, dit is een fijne start van het nieuwe jaar. Hè. Als je ziet de omstandigheden, het veld, de omgeving, het weer uiteindelijk. Ja, dat is wel lekker om weer te beginnen. Het was toch nog even spannend of de selectie kon afreizen. Zeker met de afgelopen feestdagen die veel spelers met familie en vrienden doorbrachten. En dan is er kans op besmetting. Ja goed, ik zou eigenlijk naar familie in Engeland gaan. Maar ik heb toch besloten om dat niet te doen met het oog op de situatie. Dus ik ben lekker thuis geweest met familie. Dat weet je ook van tevoren, dat als je terugkomt dat er eventueel besmettingen kunnen zijn. Hè? En jongens zijn inderdaad, wat jij zegt, naar familie geweest. Ook nog weg geweest naar andere steden. Maar uiteindelijk hebben we gisteren iedereen getest en was iedereen negatief. Dus dat is heel prettig. Nou, proberen hier zo te houden. Nou, we zitten hier redelijk op onszelf. Er zijn weinig mensen om ons heen. Dus ik denk dat we een prettig kamp kunnen hebben. De eerste training op Spaanse bodem had een mistige start. Maar later kwam dan toch de Spaanse zon tevoorschijn. 18 spelers en 2 keepers stonden op het veld. Niet iedereen is meegereisd naar Spanje. Zo is keeper Danny Vukovic vanwege privéomstandigheden er niet bij en traint hij in Nijmegen. Twijfels om wel te gaan waren er wel degelijk, zeker met het toenemende aantal besmettingen en de nieuwe Omicron-variant. Twijfel altijd. Je bent er altijd over aan nadenken, omdat je ook ziet wat andere clubs doen. Maar uiteindelijk ga je ook kijken, zochtens van oké, wat is er nou gebeurd? En ja, waren er misschien 6 besmettingen geweest, hadden wij die keuze ook gemaakt. Ik stond klaar om mijn koffer weer uit te pakken, maar uiteindelijk is het doorgegaan. Nu we hier zijn, denk ik dat we redelijk veilig zijn. Tot en met 8 januari zal NEC nog op trainingskamp zijn in Spanje.